Er is ook iemand voor de rechter verschenen omdat hij een moordpoging aan het beramen was op mij. En daar is ze, Anne Fleur Dekker. Hoi. Hoi. Ik heb een boog. Ja, maar dit doe je niet elke dag. Nee, ik loop een beetje onwendig eroverheen, maar ja. Anne Fleur Dekker, de wildste feministe van Nederland. Kan, ja. Ook de meest bedreigde. Dat denk ik. En misschien wel de slimste feministe van Nederland binnenkort. Dat moeten we nog gaan zien. Volgens mij hebben we assistentie vandaag, Anne Fleur. Ja. En hij heet Sieber. Jullie zijn beide rechtshandig, geloof ik. Nou, ja, ik geloof dat jij een tweehandig bent. Ja, ik ben tweehandig. Maar ik ga denk ik met een rechterboog proberen. Maar is een beetje een metafoor voor het gesprekje wat we gaan hebben? Hè? Want ja, je was natuurlijk heel links, linkshandig. Ja. Toen werd je verketterd door rechts. En toen werd je wat milder, wat meer midden. Ja, en toen werd je verketterd door links. Dus is dat ook een beetje... Dat is een hele korte samenvatting. In dat hoofdje wat er allemaal niet... dat verwarrende meisje. Ja, dat verwarrend meisje. Nee, ja, ik weet niet. Ik denk dat het misschien wel handig is. Handig is juist dat je tweehandig bent. Ik denk niet dat het... Maar hoe kom je... Want vroeger linkshandig werden afgericht om rechtshandig te worden. Ja, maar dat was misschien toen jij jong was. 50 jaar geleden. Ja, een beetje gemarteld. Toen ik jong was, deden ze dat dan niet meer. Nee. Kijk eens wat er van terechtgekomen is van de jeugd. Leg in eerste instantie die twee gele flyers op het hout. En dan trek je hem door tussen die twee gouden nokjes in de face. Je strekt hem uit, legt hem naast je ogen en kun je hem loslaten. Ben jij in staat om iemand als hij in je huis of als aan je dierbare zit? Ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Je zou iemand kunnen neerschieten. Als ik echt een goede reden ervoor heb, is inderdaad iemand zit aan mijn dierbare of ik ben zelf in gevaar. Ik denk dat ik dat wel zou kunnen. Ja? Ja. De ouders hadden het heel goed, waren ondernemers, gingen gillend failliet ineens, vielen om in de crisis 2008-2009. Hoe was dat dan? Walk of shame? Shame niet, omdat er heel veel mensen toen failliet gingen. Ja goed, we wonen in een groot mooi huis hè, in Bussum en ik had op zich eigenlijk alles wat ik wilde wel. Ik ben ook enig kind, dus dat helpt ook mee. En vervolgens ging ik met mijn moeder, want mijn ouders zijn in die periode ook meteen gescheiden. Ben ik naar een sociale huurwoning vertrokken in Korte Hoef. Maar heeft dat je opvattingen veranderd? Ja, want langzaam. Je bent best wel een links meisje nog steeds. Ja, zeker. Langzaam denk ik. Het was vooral omdat ik dus, de eerste paar maanden heb ik met mijn moeder in de bijstand gezeten. En ze had al vrij snel wel weer werk. Maar goed, je zit dan... Hè, hoe was dat? Maar je ging van een villa in het Gooi, naar paardrijmeisje, sociale huurwoning in met Korte niks. Hoef met bijstand. Ja goed. We gaan knallen. Lekker. Wat doe je nu precies? Van alles. Ja, ik schrijf voor de Atomea en ik word best wel vaak gewoon uitgenodigd om te spreken of van die workshops te geven of iets dergelijks. Maar niet een vaste baan? Nee, ik heb een vaste baan gehad tot ik eigenlijk 2 jaar geleden, wat is het inmiddels, zoiets moest onderduiken. Er is ook iemand voor de rechter verschenen omdat hij een moordpoging aan het beramen was op mij. Diegene heeft dit en dit gedaan en is daarvoor aangehouden door de politie. Dus dat was wel heel erg naar, daar heb ik ook wel echt heel erg mee gezeten. Hey, en denk jij nou dat de overwinning van de slimste mens, dat je dat wat gaat opleveren? Ja, ik weet niet of ik heb gewonnen, Mark. Wie weet het wel? Ja, het is heel stom, want je moet het wel echt maanden geheim houden of je wel of niet überhaupt tot de finale. Ik zit dus wel in de finale week. Je was best wel hardcore feministe, hè, op de een beetje activistische wijze. In de slimste mens ben je ook geestig en je weet iets van Barbie. Je leest ook lekkere trash. Je hebt niet alleen maar... Ik hou heel erg van Mediacourant en zo. Dat is, elke ochtend lees ik eerst Mediacourant. Ja. Maar moet je dat niet meer gaan doen? Moet je niet meer een beetje... Die roddels of wat? Nee, een beetje VI en media, dat soort dingen. Dat vind jij wel leuk. Ja, dat vind ik ook wel grappig. Maar niet als het mensen echt schaadt. Ik zou zelf ook niet heel prettig vinden. Althans, mijn relatie weer uitgebreid besproken. Tot op een gegeven moment was op de voorpagina van een krant. Dat natuurlijk ook helemaal nergens op slaat. Maar jij bent dan het eerste echte Twitter-echtpaar, toch? Ja, echtpaar. Een rechtse jongen met een links meisje. Ja, hoewel Paul was niet echt op Twitter heel erg actief, hoor. Voordat hij een relatie had met mij. Maar is dat nu wat meer geworden. Ja, volgens mij moeten wij nu gaan strijden. Gaan strijden om de eer. Om de eer. 5 pijlen.
En Siebe is de scheidsrechter. We doen het als volgt. Jullie hebben allebei 5 pijlen. Schieten om zijn beurt. En wie aan de hand van de 5 pijlen het meeste punten schiet, heeft gewonnen. Wow! Zo. Oh, wat stom! Alles blauw. 4 keer rood. Heb je gewonnen? Ja, nou, dat was gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, leuk spel, toch? Superleuk.